allerleukste van het zingen is gewoon de ontspanning. Dus dat je niet met je telefoon zit of niet aan 10 dingen tegelijk kan denken. Want je bent gewoon, ja, je hebt een map vast en daar concentreer je op en op de dirigent. En ja, de rest is even niet belangrijk, zeg maar. Vroeger deden ze op scholen stemtesten. En zo ook op de school waar ik op zat. En toen ben ik samen begonnen met 3 vriendinnetjes uit Vught. En gingen onze ouders carpoolen en gingen wij zingend naar de scholen en kwamen we zingend terug. En zo heb ik dat eigenlijk heel mijn jeugd gedaan. En nu is het zowel ja, echt een hobby als ook toch een sociale aangelegenheid. Het geloof is hier niet, daar ben ik niet echt heel erg mee opgevoed. Door de scholen ben ik me er wel op een gegeven moment een beetje in gaan interesseren, maar vanuit huis uit niet. Ik weet niet precies waarom ik dat leuk vond, maar ik vond dat toen heel interessant en leuk. Dus ik ben toen nog wel, toen ik 8 was of zo, gedoopt en daar meteen mijn communie bij gedaan. En toen heeft dan me een paar jaar wel, ja, vond ik dat gewoon interessant en heb ik een beetje in verdiept. En toen is dat weer ja, een beetje minder geworden. Voor velen is het de vraag of God, een God zegt men dan meestal, of soms een hogere macht of iets hogers, nu wel of niet bestaat. Het is typisch een vraag van de laatste 4, 5 eeuwen. Tot dan toe waren er naar mijn weten geen culturen, hoogbeschaafde of primitieve, waarin het gods- en vaak godenbesef niet een nadrukkelijke rol speelde. Ook wie men heidenen pleegde te noemen, waren in dat opzicht allesbehalve goddeloos. De functie van het koor is heel helder. We zijn een koor wat er is om in de Sint-Jan te zingen. In die prachtige kathedraal, centraal in de stad, die iedereen kent, waar mensen uit de hele regio bij gelegenheid ook komen. In die kerk zingt dat koor. Daar hebben wij een traditie vol te houden. En ik denk dat dat een heel duidelijk kader is waarvoor dat koor is. Als je dat loslaat, dan zul je een hele duidelijke functie en een plaats voor dat koor moeten zien te vinden. Qua leeftijd is het heel divers, maar ook bijvoorbeeld inderdaad qua geloofsovertuiging. We hebben atheïsten bij het koor zitten die echt alleen voor het zingen en misschien ook gedeeltelijk voor de sociale activiteiten komen. Maar die anders echt nooit naar de scholen zouden komen. En we hebben ook echt ja, hele gelovige mensen erin zitten. En er is in principe, of er is gewoon plek voor binnen ons koor. Dus het wordt allemaal gerespecteerd en geaccepteerd. Maar als je het ook hebt over het religieuze karakter, zouden wij een doorsneekoor los van de kerk kunnen zijn? Dat vraag ik me ook af. Want ik denk dat juist omdat we elke week zingen, dat we elkaar elke week zien, kennen we elkaar ook heel erg goed. En ik denk dat dat ook juist de kracht van het koor is. Vroeger ging ik wel eens met mijn oma naar de kerk, naar de Sint-Jan. Hoewel ik niet gelovig werd opgevoed, zij was wel gelovig opgevoed en ze nam me dus ook mee. Mijn ouders zijn allebei niet gelovig opgevoed. Maar wij waren daar dan in de kerk zo af en toe en dan was daar dat koor aan het zingen. En dat vond ik altijd wel heel interessant. Dus ik zei ook tegen haar van ja, ik wil bij dat koor en ik wil daar ook wel bij zingen. Maar mijn oma dacht altijd dat dat niet kon omdat ik niet gelovig was. En dat het echt een gelovig, ja, gelovige groep was. De reden dat ik zing is eigenlijk omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind. Wat er daarheen komt kijken, of het nou religie is en vriendschap, is natuurlijk ook belangrijk. Maar ik vind het gewoon met name ontzettend leuk om te zingen. En ik zet het leuk om mooi te zingen en zoveel mogelijk uit mezelf te halen terwijl ik aan het zingen ben. Het feit dat ik in de kerk zing, wil niet per definitie zeggen dat ik gelovig ben. Ik kies een beetje zelf wat ik geloof, denk ik. Ik ben wel katholiek opgevoed, uiteraard. Maar dat is voor mij niet een belangrijke reden waarom ik
per se in een kerk zingen als wij in een random ander gebouw hadden gezongen, was het ook prima geweest. Alleen is de akoestiek van Sint-Jan wel veel mooier. Ik zing al best wel lang dan bij de schola. En ja, ik ben natuurlijk gewoon opgevoed katholiek. En dat maakt dan toch wel een soort van onderdeel uit van je leven. En het is niet... Ik denk dat het wel door de schola is dat ik elke zondag naar de kerk ga. Ik denk dat ik het anders misschien niet gedaan had. Maar ik weet niet, ik vind het toch wel fijn om ergens in te geloven. Dat je een soort van steun hebt of zo in het leven. Nou, het is niet dat we heel veel doen met het geloof. Ja, het is natuurlijk wel gewoon onderdeel en van je waarden en normen, denk ik ook wel. Maar het is niet dat we echt specifiek bidden voor het eten of zo. Maar het is wel, mijn moeder gaat dan elke zondag sowieso naar de kerk. En ja, ik dan ook, omdat ik dan moet zingen. Het geeft toch een soort van rust of zo.